Goeiedag, het is onstuimig weer de afgelopen dagen. En ook in het weekeinde moeten we er rekening mee houden met buien. En dat betekent dat regenbogen zoals deze best nog wel eens voorbij zullen gaan komen. Ja, een buiig weerbeeld dit weekende. Zowel op de zaterdag als op de zondag. En dat komt omdat we nog steeds een noordwestelijke stroming hebben. En met die noordwestelijke stroming wordt onstabiele lucht aangevoerd op de zaterdag en op de zondag. Vooral zaterdag kunnen de buien stevig uitpakken. Ik zet de animatie in beweging en dan zien we heel duidelijk die stroming vanaf de Noordzee met die buienactiviteit. Op zaterdag is er ook kans op onweer en misschien wel hagel. Zondag lijkt de buienactiviteit wat minder te worden omdat aan een hoger drukgebied iets meer onze kant op gaat komen en die buien wat meer gaat onderdrukken. Dat hoge drukgebied gaat er ook voor zorgen dat we maandag en dinsdag duidelijk wat beter weer zullen hebben. De stroming wordt dan meer zuidoost en dan wordt er ook zachtere lucht aangevoerd en dat betekent dat de temperatuur maandag en dinsdag een stuk hoger gaat uitkomen. Want dit weekend is het nog best wel wat aan de frisse kant met maxima zo tussen de 8 en de 10 graden. Zeker als er een paar van die buien overtrekken, voelt het echt wel fris aan. Kans ook op onweer zoals aangegeven en hagel sluit ik ook niet uit. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig. Zondag ook een dag met buien maar wel minder actief en de temperatuur kruipt al iets omhoog. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige wind uit het westen en later op de dag denk ik dat de buienactiviteit helemaal minder gaat worden in het zuiden van het land. Ja, en dan de dagen erna. Ik gaf al aan dat de temperatuur echt een stuk omhoog gaat. Maandag is een beetje een overgangsdag. Met temperaturen zo rond de 15 graden. Maar in het zuiden kan het al wat warmer worden. En dinsdag en woensdag dan zitten we echt met hogere temperaturen. Zo tussen 17 en 20 graden. En ook daarna blijft die temperatuur toch wel op aangename waarde voor veel mensen. Zo rond de 15 tot af en toe uitschieters van 20 graden. Maar wordt het dan ook helemaal droog? Nee, dat niet echt. Want we zien toch nog best wel wat buienactiviteit. Met name op de zaterdag. Zondag is het voor een deel van het land al een stuk rustiger met de buien. Dat geldt ook voor de maandag en dinsdag. Maar de dagen erna kan er toch wel af en toe een bui tot ontwikkeling komen. En dat kan best soms ook een stevige bui zijn. Overigens is het niet zo dat de zon verstek laat gaan. Want op deze pluim kunnen we mooi zien dat maandag en dinsdag ook echt wel zonnige dagen gaan worden. Daarna iets meer bewolking. Maar de zon die blijft toch wel van de partij. Kortom, het weerbeeld na het weefsel. Ziet er echt toch wel wat beter uit dan het onstuimige weer van de afgelopen tijd. Nog een fijne dag.